Een nieuwe aflevering en dat betekent nieuwe gasten aan tafel. In deze editie is de schijnwerper gericht op de vereniging RVC Celeritas. Aan tafel schuiven aan de trainer Dennis Young en de voorzitter Kees Kouwenhoven. Haaglanden voetbal aan tafel dadelijk na de reclame. Blijf kijken dus. Freekick Sport, de specialist op het gebied van voetbal en hockey. Wij hebben de gezelligste winkel met de beste merken, deskundige mensen en een fantastisch assortiment. Kijk op onze Facebookpagina en webshop of kom langs op het De Savornin Lomanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Behang en woninginrichting Paradijs, John van Zweden. Alle merken behang, raam- en wandbekleding en vloeren. Kom langs in onze winkel. 2 etages woonplezier. Behang en woninginrichting Paradijs John van Zweden. Oude Haagweg 20, Den Haag. Het wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Koor Tapijt en Eetcafé De Halve Maan. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal aan tafel. In deze editie gaan we volop aandacht schenken aan de zaterdag vierde klasser RVC Celeritas. En aan tafel te gast de trainer Dennis Young en de voorzitter Kees Kouwenhoven. Heren, hartelijk welkom. Ja, Dennis, om te beginnen. Afgelopen weekend dan speel je tegen een concurrent, Graaf Willem II Vak, thuiswedstrijd. En dan win je. En dat is wel lekker vlak na de, ja, een wat langere winterstop. Ja, inderdaad, na de winterstop. Voorbereiding corona, hoe je het wil noemen. Maar inderdaad, je hebt een tijd stilgestaan en ja, dan moet je toch weer gaan richten op die competitiestart. En dat is niet makkelijk. Voor alle ploegen is dat niet makkelijk, maar we hebben ons echt gefocust op, ja, het conditionele gedeelte. Goede opkomst, 2 oefenwedstrijden en ja, dan is het mooi natuurlijk dat we zo'n uitslag kunnen hebben. Ja, je had vooraf wel een lekker gevoel al van jongens, dat het moet wel kunnen. Ja, je merkt het natuurlijk ook wel aan de trainingen en het gevoel. Hoe komen die jongens uit zo'n coronaperiode? Los even van het conditionele. Ze hebben natuurlijk ook thuis een gezin of werk, studie, noem maar op. Maar we zagen wel al snel dat deze jongens erg gretig waren en er enorm veel zin in hadden. Ja, en dan is natuurlijk Graaf Willem een concurrent. Maar goed, jullie hebben eerder thuis gespeeld tegen een ander concurrent. Olivio, dat ging toen minder. Zat het nog een beetje het achterhoofd of toch niet meer? Nou ja, daar hebben we natuurlijk ook over gehad met elkaar. Winnen is leuk en zit je in euforie, maar we kijken zeker naar de punten die niet goed gaan. En dat was, ja, de wedstrijd tegen Olivio thuis. Ja, die jongens zaten gewoon te hoog in de emotie. Een bepaalde spanning die op de wedstrijd zat. En ja, dat gooiden ze eigenlijk de tweede helft van zich af. Toen verloren we alleen 2 hele belangrijke middenvelders. Het zat allemaal niet mee. Nee. En die wedstrijd hebben we verloren. Maar dat was voor ons alleen maar weer een leermoment om weer de focus te leggen op de volgende wedstrijd. Ja, nou goed, en dan speel je tegen Graaf Willem. Is dan inderdaad een concurrent en dan wordt het 4-0. Ja, dat is dan niet misselijk.
Nee, nogmaals, ook de manier waarop. Die focus, de gretigheid, de jongens die begonnen gewoon heel scherp aan die wedstrijd. Het was in de eerste fase wel zoeken. We hadden zelf het idee van, nou, Graaf Willem zal misschien wat brutaler zijn. Nou, dat was helemaal niet zo. Dus ik denk niet dat de ploeg ervan schok, maar ja, we kregen wel onze kansen, gingen niet in en dan krijg je een penalty. Dat is dan toch wel lekker, ja, hè? Dan heb je dat doelpunt. Wat je nodig hebt, nou, vrij snel, dan is wel de band gebroken, dan komt de 2-0. Dan zit je genoeg routine in de ploeg. Het is wel zo, het blijft wel heel erg spannend daarbovenin. Want ik zag Olivier ook maar 3 punten achter, wedstrijd minder gespeeld. Dus ja, alle hens nog steeds aan dek. Ja, die competitie is gewoon nog heel lang. Ik geloof nog 16 wedstrijden te gaan. En we hebben natuurlijk in de eerste helft hebben we niet... niet alle wedstrijden kunnen spelen, dus we moeten er nog een hoop. En ja, we zitten er gewoon heel lekker in. De vertrouwen zit in de groep. Wat ze altijd zo mooi zeggen, die kinderziektes zijn er een beetje uit. Ja. We zijn toch natuurlijk aan het opbouwen in elk seizoen weer die coronatijd iets niet af kunnen maken. Ja, alles draait om vertrouwen en dat zit er goed in. Goed, gaan naar de buurman. Kees, voorzitter van de RVC Celeritos. Ja, dat voorzitterschap, dat is niet helemaal vreemd voor jou, hè? Dat praten we al over heel wat jaren geleden. Toen hanteerde je ook de voorzitter samen bij het toenmalige De Adelaars. Ja, nou niet de voorzitter samen, ik was secretaris. Oh ja, maar goed. Heel veel bij de club. Dat heb ik zo'n jaar of 30 gedaan, geloof ik. Beginnende wel met jeugdvoorzitter en toen secretaris van het hoofdbestuur. Ja, klopt. Ja, maar goed, secretaris was wel een man waar heel veel om draaide toen bij de club. Ja, absoluut. Het was een klein clubje en het was heel veel werk kwam er op je schouders. Je was ook meer voorzitter, je was alles eigenlijk. Vandaar dat ik zei van, ja, volgens mij in mijn beeldvorm was je voorzitter. Ja, ja, klopt. Maar goed, ik bedoel, dat ging toen ter ziele. Heeft dat lang pijn gedaan? Nou, ik vond het op een gegeven moment welletjes, want er was geen opvolging meer. De teams liepen terug. En dan op een gegeven moment kan je het beste besluit nemen om te zeggen van jongens, we stoppen er gewoon mee met de paar teams die we hebben. En toen zijn we nog overgegaan naar Wanica Star, dat was onze onderhuurder toen. Ja. En toen zijn we met het enige elftal wat op het laatst nog over was, waar ik zelf ook in speelde, zijn we toen naar bij Wanica gaan voetballen. Ja. Het was een leuke tijd, maar ja, op een gegeven moment... Maar er is met dat veld waar Adelaar ooit speelde tot op de dag van vandaag niks meer gedaan? Nee, helemaal niet. Het eerste plan was dat er woningen zouden komen in Overvoorde. En na de hand hoorde ik dat het landgoederenzone moest blijven. Oh, nou. Ja. Maar goed, dan op een gegeven moment nu dan komen we weer tegen. Maar dan als voorzitter bij RVC Celeritos. Hoe kom je zo ineens bij de club terecht? Omdat het om de hoek is? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ze zaten toen nog in Wateringseveld toen ik... benaderd werd door Hans Boutens en die was toen voorzitter. Hij zegt, Kees joh, hij zei, je bent met pensioen, jij kan vast nog wel wat voor de vereniging betekenen. Ik zeg, nou Hans, ik ben met pensioen, ik ga nou leuke dingen doen en ik ga me geen zorgen meer maken om wat dan ook. Nou, dat heeft maar eventjes geduurd. Want toen kwam Ron Mangelmans, wat jongens van RVC, John van de Wal, en die gingen dan Celeritos terzijde staan. En toen zei ze, oké, sluit ook bij ons aan, dan gaan we dat samen doen. Ja. Nou, van het een kwam het ander en ik ben voorzitter, Ron Mangelmans werd secretaris en we zouden dat wel gaan oplossen. Ja. En we hebben het ook tot een aardig eindje gebracht. Ja. Nou zeker, daar praten we zo nog wel even verder over. Dennis, even met jou verder over de ploeg op een gegeven ogenblik. Dan zie je allerlei spelers richting RVC Celeritos komen. Vialli Cerboni, Jero Leijdeckers, jongens die waar iedereen dan denkt, die kunnen makkelijk op een hoger niveau nog meekomen. En die gaan dan eens in de zaterdag vierde klas spelen. Daar zal bij dat RVC Celeritos wel flink met de buidel worden gerammeld. Tegendeel is waar. Ja, natuurlijk. Ja, dat is een bewuste keuze natuurlijk van die spelers. Die zijn al wat ouder en... Veel hebben ze een vrouw thuis en kinderen die ook zeggen van ja, het is allemaal wel leuk, maar dan moet je 3-4 keer trainen in de week. En nou ja, goed, het kost gewoon een hoop tijd. Fysiek. Ja, het leveren die spelers ook nog wel wat op toen. Ja, ja, ja dat kan, maar het is wel een bewuste keuze om te zeggen van joh, dat is één. Twee is dat het zijn allemaal vrienden van elkaar. En, bijvoorbeeld Cerboni, die heeft dan nog 3 broertjes die al jaren bij ons speelden. En ja, die heeft gewoon bewust gezegd van, nou, ik ga niet meer
Continu naar Rijnsburgse boys of die kant op rijden, dat ziet hij gewoon niet zitten. En hij heeft het enorm naar zijn zin. En voor ons is het natuurlijk geweldig dat hij bij ons voetbalt. Maar ook andere spelers, die zie je gewoon dat ze het gewoon ontzettend fijn vinden. Een beetje sneeuwbaleffect natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is het. Dat als is die het komt, dan gaat het vriendje van die komt. En dan zit er de tweede, dan zit de derde. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Ik hoef niet zo nodig meer. Ik vind die twee keer trainen in de week wel voldoende. Ja. Kan ik een keer niet, nou prima, dan kan ik het ook misschien nog wel aan. Ik vind dat dus helemaal niet erg, zo'n sneeuwbaleffect. Ja. Ja. Want dat is wat er op een gegeven moment gebeurde. Van, Viali die kent Jergo natuurlijk van Tornegido. En daar kennen ze Umit ook weer van. Dus dat is wel ook weer ontzettend leuk. Ja. Dat ze dan ook de laatste jaren dan toch nog met elkaar het kunnen afsluiten. Of, Maar moeten die spelers ook niet toch een beetje wennen? Want het is natuurlijk een heel ander niveau dan zij gewend zijn. Ik bedoel, hoe je dat gewend of verkeerd, eerste klas of hoofdklas is toch wel ander voetbal dan in de zaterdag vierde klas. Nou, je hebt gewoon te maken met hele andere factoren op alle fronten. Qua vereniging, wat verwachten van de accommodatie, scheidsrechters, tegenstanders, noem maar op. Alles is anders. Ja. En het seizoen hiervoor, wat we dus niet hebben kunnen afmaken, toen eigenlijk al wat jongens kwamen, toen was het ook echt wel een enorme uitdaging. En dat heeft corona dan wel ons goed gedaan. Het heeft ons meer tijd gegeven eigenlijk om die jongens te kunnen implementeren en dat ze ook zelf zich beter hebben kunnen voelen. En, als je in die klasse kijkt met die gasten, ik bedoel, vierde klas, je hebt natuurlijk de linker helft, dat zijn nog wel kwalitatief aardige ploegen, maar je hebt vaak ook zo'n rechterrijtje. Ja, af en toe is het sneuven die ploegen om tegen clubs als RVC ze leren te spelen. Ja. Wordt het een telraam, dat is voor niemand leuk. Nee, dat is ook zo. Maar even los van dat, nog terugkomend op het andere, het is ook een stuk acceptatie. Wat je in het begin ook zag, is dat die jongens, de grote namen, de grote jongens zoals ze worden genoemd, met al die prijzen die ze al hebben en een bepaalde carrière hebben gemaakt, dat moet ook een match zijn bij jongere gasten. Er zit een generatiekloof zit ertussen, maar ook een stuk acceptatie. Daar hebben we echt wel de tijd voor kunnen nemen. Ja. Omdat, terug te komen op het rechter en het linker rijtje, daar zit op dit moment in onze pool zit daar een enorm verschil in. Ook in die andere vierde klasse, zie je het ook toch wel. Klopt. Nou goed, volgend jaar is dat voorbij denk ik, want dan krijg je echt een vierde klas met, want dan krijgen we ook een vijfde klas erbij. Dus dat is misschien voor de clubs en het rechter rijtje ook beter dat ze ook in die vijfde klas kunnen gaan voetballen. We hadden het net even over accommodatie, Kees. Ja. Dan daar heb je natuurlijk RVC geleerd, dat is niet zoveel over te klagen, denk ik. Hè? Nee, we hebben het mooiste park wat er denk ik in deze regio te vinden is. Ik kan me niet heugen waar we wat mooiers kunnen vinden. En dat geeft ook natuurlijk een vorm van aantrekkingskracht voor de spelers om daar weer te voetballen. Ja. Ja, want er zitten ook een paar jongens die in de selectie zitten. Die hebben in het verleden bij Haaglandia of RVC gevoetbald. Ja. Ja. En dat vinden ze natuurlijk weer het cirkeltje rondmaken. Ja. En dan komen ze weer terug. Ja, zeker. En goed, en die hadden toen een kunstgrasveld. Ja. Ja, dat durfde je toen haast geen kunstgrasveld te noemen. Het ging regenen en dan was het bagger. Ja, dat heeft ons ook wel een paar spelers gekost die met blessures af zijn gevallen. Het eerste jaar was dat verschrikkelijk. Ja. Wat dat betreft had je natuurlijk ook weer, daar heeft natuurlijk waarschijnlijk ook Hans Lambert denk ik veel aan gedaan. Want die nam natuurlijk het complex over. En goede band opgebouwd met de wethouder. Die wethouder inmiddels weer weg voor ze. Dus die op dit moment burgemeester geworden van Pijnlijke Nooddorp. Ja. Maar goed, toch kwam dat kunstgrasveld er in een fase, in een tijd dat er op dat moment eigenlijk niet eens zo gek veel werd gevoetbald. Nee. Dus dat was natuurlijk wel ideaal. Ja, dat was prachtig. En dat gaf weer zo'n boost aan die spelers ook. En energie om op zo'n veld te voetballen, want het is wel het nieuws van het nieuwste. Ja, voor de jeugd natuurlijk, en niet alleen maar voor ons, maar natuurlijk, voor de hele vereniging. Voor de hele vereniging is dat. Ja, want heel veel wordt er nu geconcentreerd op dat hoofdveld, ook de training en dergelijke. Dus sociaal gezien is dat makkelijk, ook vanuit de kantine gezien. Wat dat betreft, de club heeft nu wel nog ergens anders twee velden liggen, maar nu is alles nu gericht op dat hoofdveld. Ja. Het kan. Ja, het mooiste, toen we begonnen zaten op veld 2, wat net naast het gebouw ligt. En nu zijn we eigenlijk, omdat ADO daar natuurlijk nu zijn intrede heeft gedaan, zijn wij verhuisd van veld 2 naar veld 4. En dat is wel voor de gezelligheid niet echt de meest ideale oplossing. Maar goed. Maar wel ook kwalitatief goede velden. Ja, prima velden hoor. Prima velden, ja. Zeker belangrijk.
Dan is kijken naar de, ja, natuurlijk een open deur die ik inschop, kijken naar de doelstelling. Ja, RVC Salers wil natuurlijk zo liefst zo snel mogelijk uit die vierde klas. Niks ten nadele van die vierde klas, maar ja, je wil graag groeien naar boven. Dus ja, die derde klas, en dat is ook een hele leuke klasse, die trekt natuurlijk wel. Ja, je moet natuurlijk kijken naar het hele sportpark en de uitstraling. En daar hoort geen vierde klasse bij eigenlijk. Nee, iedereen wil dat gewoon. Het is niet altijd makkelijk voetballen in die vierde klasse. Het is ook heel moeilijk om daar uit te komen. Zeker als je ook goed voetbal op de mat wil brengen. Dus je wil voetballen. Geen kick en run, maar je wil echt wel wat laten zien. Laat ik beginnen dat we daar al 2 jaar mee bezig zijn en 2 jaar een competitie niet konden afmaken. Nee, misschien had je al in die derde klas kunnen zitten. Ja, misschien zonder corona zou je als vereniging aan zich ook misschien nog verder zijn. Maar ik denk dat we super trots mogen zijn hoe we er nu voor staan binnen de hele vereniging, de selectie. Ja, we zijn de spelers die willen ook gewoon echt nu een seizoen af kunnen maken en gewoon promoveren. Ja, ja. Dat is, maar ja, goed, je hebt natuurlijk de concurrentie, want ja, goed, er gaat er 1 over, denk ik. Eén direct. Als en de andere kant natuurlijk via na-competitie het alsnog gebeuren. Maar goed, je hebt drie clubs echt die er wel om strijden. Misschien ook nog een beetje SEF op de achtergrond. Ja, Vredenburg vind ik zelf ook een ploeg die gewoon... Dat is gewoon, dus we hebben het enorm lastig gehad toen we uitspeelden. In de laatste seconde hebben we daar nog de winst gepakt. Maar ik vind dat gewoon een redelijke ploeg die daar ook kans op kan maken. Ja, maar als we naar jullie kijken, RVC Salers, en kijken we naar de doelsaldo, ja, dat ligt ook niet om. 56 doelpunten voor en slechts 8 doelpunten tegen. Dus, In 10 wedstrijden, dus bijna 6 doelpunten per wedstrijd. Ja, dat zijn niet de leukste wedstrijden, maar het zegt wel wat. Ja, je moet ze er wel in schoppen. Ik wil niet naast de schoenen gaan lopen, maar de kleintjes hebben we nog niet gehad. Dus, nee, ik heb wel nagen. Maar goed, in ieder geval, de meeste wedstrijden gewonnen. We hebben het er even over gehad. Tegen Olivio ging het fout, nou goed. Dat is de rode lap voor als je dadelijk uit moet naar in pijnlijke Kees. Ja. Kijken we naar, want een club is nu meer dan het eerste elftal. Dat geldt ook bij RVC Salers. Jeugd, dat is natuurlijk de laatste jaren wel enorm gegroeid. Want, we hadden vroeger natuurlijk zitten RVC Rijswijk, daarna Haaglandia. Ja. Tijd helemaal niks geweest. Dan komt op een gegeven ogenblik Salers van Wateringseveld vandaan. Daar nemen ze ook niet van mee. Dus het komt allemaal weer uit de buurt. Ja, ja, we zijn, als ik je even terug mag nemen, 2018 zijn we gekomen op dat terrein. En toen hadden we eigenlijk 1 jeugdelftal, een JO17 elftal was dat. En we hadden 3 seniorenteams. Nou, dat was het. En meer hadden we niet. Nee. En daar zijn we gewoon mee gaan bouwen. We hebben prachtige ouders gevonden die echt ook op topniveau sport hadden beleefd. En die de schouders onder wilden zetten. Nou, dat heeft geresulteerd dat we dat we nu aan 17 elftallen zitten. En dat in een coronatijd, waarin we toch al best wel een hele periode gemist hebben. Echt een bewonderenswaardige actie is geweest van de jeugdafdeling. Ja, zeker, ik bedoel, dat is fantastisch. En dan heb je nu ook op een gegeven moment dat je zelf al aangaf, nou is Aden Den Haag gekomen trainen. Dus je had die 2 velden, de 2 verste velden, ben je dan nog kwijt. Maar wat dat betreft, er is nog ruimte genoeg op het sportpark, want naast de korfbalclub Reflex liggen ook nog 2 prima velden. Ja, nou ja, we hebben dat is het vierde veld wat er aansluit op het Reflexveld. En daar spelen we eigenlijk nu op, en op veld 1. We hebben nu 2 velden in de huur. Maar we zitten, dankzij de jeugd, moeten we naar 3 velden gaan om dat te gaan bemannen. Maar ja, we hebben nu ook nog een wachtlijst staan van jeugdspelers die graag ook bij ons willen komen voetballen. Ook een mannetje of 50 en meisjes of 50. En die... Hoe komt dat hij op een... Ik bedoel, er is ruimte dat hij op een wachtlijst staat. Heeft dat ook te maken met van... We moeten ook eerst zorgen dat we kader ervoor juist, hebben? Juist, dat is zo belangrijk. Hè? Je kan alles binnenhalen, maar we willen wel kwaliteit leveren. En ja, dan heb je gewoon goede trainers nodig, goede begeleiding nodig. En zodra je dat niet hebt, moet je er gewoon nog even niet aan beginnen. Hoe graag je ze ook wil hebben. Ja. Dus we zitten nu al aan 17 elftallen. Er zouden er zomaar 4 bij kunnen nog op heel kort termijn. En ik hoorde van Roberto Pavan, dat is de hoofdcoördinator. Die zei al van Kees, nou we gaan aanstaande zaterdag gaan we een open dag is er. Voor de nieuwe leden die zich aangemeld hebben. En dan gaan we ze een training aanbieden. En dan gaan we gewoon eens kijken, joh, hoeveel kunnen we er nog bij nemen.
En volgens Roberto is er wel kans geschapen om extra teams weer erbij in te kunnen schrijven. Ja, nou goed, dan moet de hoofdtrainer ook blij zijn. Ja. Want ja, je hebt natuurlijk best wat jongens lopen, goede voetballers lopen. Maar ja, het zijn ook jongens die, dat is niet allemaal, maar een aantal die op leeftijd. Daar moet er op een gegeven moment een stukje aanvulling komen. Je hebt een lekkere sponsor, hè, de halve maand op het tenue. Wat zijn nou jouw wensen sportief gezien nog voor de club? Nou ja, de focus ligt natuurlijk op dit moment op de selectie. We hebben een eerste en we hebben een tweede elftal. Ik zou het ontzettend mooi vinden als er dus ook een onder de 23. Dus dat je die kant op gaat. Je geeft het zelf ook wel aan. Er zijn wel spelers die zijn wel wat ouder. Wat wel belangrijk is, is dat er vanuit de selectie dat er ondersteuning is voor de jeugd. Dat is zover we dat kunnen doen. Maar ook die oudere spelers geven ook wel aan dat als ze zouden stoppen, dat ze ook nog steeds bij de vereniging een steentje bij willen dragen. En dan horen van jou bijvoorbeeld zeggen dat Serboni ook wat actief is binnen de jeugd. Ja. We hebben best, en daar mogen we best trots op zijn, dat we een vereniging zijn waar een hele grote familiebandachtig iets ontstaan is eigenlijk. Ja. Dat was vroeger in de tijd dat er nog waar Adelaars nog bestond en al die kleine verenigingen waar je ook allemaal familieband had. Ook de grote vereniging hoor, bij Vier was ook een grote familie. Ja, dus en dat gaan wij nu weer terug creëren. Ja. En ik ben blij toe dat daardoor gewoon mensen openstaan om ook voor andere elftallen wat te gaan betekenen. Ja. Net zoals als ik even een voorbeeldje mag geven, Vialli. Nou, een jongen die behoorlijk niveau gespeeld heeft, waarvan ik dacht, nou dat zal wel een bijzonder persoon zijn. Nou, die heeft zich aangemeld. Die zie je misschien alleen op de wedstrijddagen. Ja, en die kijkt niemand aan. Ja, weet jij veel wat voor mensen je binnenkrijgt. Ja. En die meldt je gewoon aan om ook met outie-voetbal, om zich daar beschikbaar voor te stellen. Moet je even uitleggen, wat is outie-voetbal? Want dat weet niet iedereen. Nou, outie-voetbal dat is voor kinderen, jongens en meisjes die een vorm van autisme hebben. En die geven we dan een gezellige sport die ze mogen gaan beleven. En als je dan weet dat in de hele regio hier haast niet terug te vinden is. Hè? Er is geen voetbal, maar outievoetbal is hier haast niet te vinden. Maar het is mooi dat zo'n voetballer met zijn staat van dienst daar ook zijn tijd aan wil geven. Ja, dat is geweldig is dat. En ook het meisjesvoetbal. Hè? Ja. Dat begint nu ook al te komen. We hebben nu twee meisjeselftallen. En een derde elftal, dat zit er tegenaan. Misschien zaterdag, als er wat open dag geweest is, dat er wat meisjes, en daar zitten ook meisjes bij, dat we die in kunnen passen, dat we een derde elftal erbij kunnen doen. Dus ook daar groeien we in. En merk je dat ook bij het eerste elftal? Je hebt ook veel jeugd, als je dan thuis spelen, dat ook een beetje bij het eerste elftal met je running gaat ontstaan? Dat zeker weten. Bijvoorbeeld onze tweede aanvoerder Dylan Durbin is ook trainer bij de onder de 15, waar mijn zoon dan speelt. En ja, dat vinden ze, die trainingen vinden ze geweldig. Ik vind dat dan leuk als ik dan op het park loop en dan denk ik van hé, daar komen we bekend voor. Ja. Dat kopieert hij dan. Ja, ja. Dus dat is ontzettend leuk om te zien. En dan zie je ook dat die jongens dan na hun wedstrijd toch ook wel naar het eerste elftal willen kijken. En ook de nog kleinere. Ja, wat Kees gewoon goed zegt, daar hangt bij ons gewoon een hele goede sfeer, een familiegevoel. Het is niet allemaal familie van elkaar, maar nee. Zo voelt het wel. Maar het is wel belangrijk. Als je dan kijkt, Kees, op een gegeven moment is Adon Haag daar komen trainen. Dat is natuurlijk op zich best, maar goed, dat wordt nog erg afgeschermd. Hebben jullie daar nou voordeel of last van? Of zeg je van, ik vind het allemaal prima? Nou, op zich hebben we er niet zoveel last van, want Ado die traint overdag natuurlijk. Ja. En wij trainen 's avonds. Er zijn goede afspraken gemaakt met de Stichting STIP, met Hans Lammertink. Dat we elkaar niet in de weg gaan lopen. Tenminste, dat ADO ons niet in de weg loopt. En dat ze velden van ons gebruiken op onze tijden. Hoe gaat dat met de stichting? STIP, ik was die naam even kwijt. De samenwerking, want het is nog wel een ander construct. Want jullie huren van de stichting niet zozeer direct van de gemeente, begrijp ik. Dat is inderdaad een dingetje, is dat. Het is een hele nieuwe constructie en dat is nieuw voor Hans en dat is nieuw voor ons ook. En dat moeten we allebei denk ik wel aardig aan wennen. En wij hebben punten waar we verandering in willen zien en Hans ook. En dat nodigt wel uit tot gesprekken en oplossingen en dat we elkaar een beetje steunen in wat we nodig hebben. Ja, ja nou goed, we worden nou volop gevoetbald. Nu wat maar in de loop naar nieuwe zoen moet dat allemaal maar gaan gebeuren. Wensen tenslotte, zijn jullie nog bij de club? Wensen? Ja. Altijd. Zat. Altijd. Wat is het grootste?
De grootste wens is eigenlijk dat we echt de jeugd gewoon alles kunnen bieden. En dat we goede begeleiding kunnen krijgen en dat het voort kan gaan. Want de jeugd, zeg ik altijd, dat is wel de levensader van een vereniging. Ja. En Dennis, jij hebt je contract al verlengd? Ja, dat is verlengd. Dus ook volgend seizoen, dan, wat dat betreft, als het aan jou ligt, dan volgend seizoen start in de derde klas. Gaan we doen. Goed. Ja, en ik hoop het ook, Ton, want we bestaan natuurlijk dit jaar in mei 115 jaar. Ja. En dat willen we graag in mei ergens toch wel een klein beetje beklinken met een leuk feestje. Een leuk feestje. Nou, ik wens jullie daar ongelooflijk veel succes bij. Dank voor jullie komst. Succes sportief gezien. Succes met de club en met de jeugdafdeling, met alles. Bedankt dat jullie aanwezig waren. En thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Haaglanden Voetbal aan tafel. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering en dan ook weer met een nieuwe vereniging. Bedankt en graag tot de volgende keer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Koor Tapijt en Eetcafé De Halve Maan.